daar maar is. Het is belangrijk om goed te starten in deze groep. Dat zal Andries Jonker ook weten. De volgende zware test wacht snel. Dinsdag in Breda tegen Noorwegen. In verder een pool waar ook Finland zich nog meldt. En we weten half juli al of het gaat lukken om rechtstreeks naar het Europees kampioenschap te gaan. Want dan wordt alweer de laatste wedstrijd gespeeld in deze speedkwalificatie. Dus nu eerst tegen de nummer 14 van de FIFA wereldranglijst. Die was ook op het 10. Hij is de bondscoach Andrea Sonchin. En Italië valt voor de eerste keer aan en doet dat dreigend. Maar niet zo dreigend dat deze kop, als het geen hoofdblessure is, vindt de scheidsrechter, die we nog niet hebben genoemd, Martinčić uit Kroatië, dit allemaal prima. En komt er een kans en een grote ook, zeg. Daar is ze weer. Natuurlijk, Giacinti in de vierde minuut. En Italië staat op voorsprong. Het is een plaga. Giacinti die daar uit de rug wegloopt. En dan gewoon heel makkelijk eigenlijk de verre hoek kan vinden. Uit de rug van Spitsen. Die gezien is. En dan knalt ze haar 26e voor Italië binnen. En is het een hele nare start. Spitsen weet inmiddels dat ze moet oppassen. Maar is toch gezien. Weer een foutje van Spitsen. Giacinti legt nu klaar. En dit is een poging die kan Nederland hebben. Bonfantini. Maar voorlopig heeft Spitsen. Valentina Giacinti is uitstekend. Nu kan Brugs de 1 tegen 1 opzoeken daar. Waar ze zo graag komt, Esmee Brugs. Goed op binnendoor wordt afgeschermd. Toch de voorzet op Berestijn. En dat is dan de eerste kans. Vlag gaat alsnog omhoog nu. Er is geen videoscheidsrechter bij deze wedstrijd. Bartoli. Voorzet weer naar de centrumaanvaller Giacinti. Kop heeft hem te pakken, zij met moeite, wil natuurlijk tempo maken. Het ziet er wat bibberig uit, Mela. Giuliano de hoekschop trapt. En dat goed doet trouwens, want de bal wordt voor de lijn weggehaald. Ik dacht dat het Lina geplaagd geweest door blessureleed, vandaar dat dit pas in de land nummer 8 is. En ze ziet ze nu weer komen, die van Italië. En daar heeft ze goed het oog in. Voorzet van Bonansea. En hier komt weer een grote kans aan. En Kop hoeft niet heel erg veel moeite te doen om die inzet van Giordano te pakken. Maar het zegt hij. Jansen die bal weggeeft. En dan heeft Nederland gewoon. Daar maar eens. Daar is niemand. Lukt kapitein Pelova en nu Pelova. Grant vraagt al een tijdje. Voorzet is goed. Dit is de kans. De grootste kans in deze eerste helft voor Danielle van der Donk. Daarna gaat de vlag omhoog. Dit leek erop. Het afleggen van Grant van der Donk. Een beetje krijgt ze de bal achter zich, maar toch nog goed in balans om in te kunnen schieten. Het is het beste moment tot nu toe. Pelova en Spitsen. Weer zo'n korte corner die uit de lucht geplukt wordt. En daarna is ze er op tijd bij door Giuliani. Dit levert wel weer bij Barbara Bonansea. En Nederland heeft problemen met creëren. Deze valt lastig, zeg. En sterker nog, hij zit erin. Ja, zij juicht. Bonfantini. Maar misschien gaat hij wel naar Cambiaggi. Hoe het ook is, het staat 2-0. En het is een mokerslag uitgedeeld door Italië.
Hier voor de eerste keer die invalster, Capiaggi. Die wil hem voorgeven en dan waait hij daar eroverheen over Lize Kop. En dan inderdaad het laatste zetje toch gewoon van Bonfantini. Anders was het misschien nog de paal geweest. Het doet er niet toe. Het staat 2-0 als Lize Kop er onderdoor vliegt. Omdat hij even wordt aangeraakt bij die voorzet. Heel even. En dat is goud waard voor Italië. Kapitein, bal moet de drukte uit. Damaris. En hier komt Brugs. Hij moet er eigenlijk nu invallen om het een zetje de goede richting in te geven. Dat lukt niet. Daar ligt Giuliani voor de... Goeie paas tussendoor. Op Brugs. Te scherp. Dijkstra. En hier komt een grote kans. Maar net niet de goede kant op gedraaid in eerste instantie. En geeft ze ongelijk. Grant. Hier is kapitein. En niet goed geraakt door Pelova. Het gaat richting het laatste kwartier. Die laat hem lopen. Kop blijft staan op de lijn. Dat is niet dodelijk. Omdat zij overmikt. Valentina. Dat is een goede trap van Giuliano. Giuliani. En hier is dus weer Snoeys. En een kopbal. Maar ongevaarlijk. Van Wieke kapitein. En er is helemaal niets aan de hand met Jacinti. Want die loopt hier heel soepel. En kop kan hem oprapen. Het was daar Cambiaggi. Voor de eerste keer. Beccari. De wandel, maar... Jansen weer heel slordig. Ze kan het niet herstellen. En Capiaggi schiet de rebound er niet in. Jongen. Beccari nog. De avond in de notendop. En dan dit. En dat is een hele fraaie hoor van Lize Kop. Die hier nog wel even laat zien wat ze in huis heeft. Mooi geschoten. En stijlvol gepakt. Hier Jansen. Die hem zomaar weggeeft. En dan wordt het niet afgemaakt door Giuliano. Kan kop oppakken en Leuchter nog een kans om hem bij Brugs of Berestein te krijgen. Brugs en Jansen spitsen geeft hem nog voor. Nou ja, dat was de bedoeling. Bal. Berestein ligt nog klaar. Brugs. Het wordt zo'n beetje de laatste aanval. Brugs van heel ver. Maar ook met dit elftal had het beter gekund en gemoeten. In de eerste wedstrijd van deze groep A. Waar al heel snel het sterke Noorwegen weer wacht. Het eindsignaal. Volgt hier. En ze zijn in Zuid-Italië heel blij met... Want het is een dik verdiende overwinning voor deze Andrea Soncin. Op het Nederlands elftal van Andries Jonker. 2-0 door Jacinti en Bonfantini. En Nederland heeft eigenlijk geen enkel moment aanspraak gemaakt op meer